We doen alsof het iets bijzonders is als vrouwen vragen of ze hun kind mogen voeden. Of als ze vragen om 3 tot 4 maanden thuis te blijven na de bevalling. Dit zei assembleevoorzitter Jennifer Simons gisteren bij de launch van de borstvoedingsweek in het Sint-Vincentius ziekenhuis. Geerling zei dat we met ons allen een houding hebben alsof borstvoeding geven buiten de orde is. Er moet via wetgeving naar zwangerschapsverlof gekeken worden, omdat het anders moeilijk voor de moeder wordt om de eerste maanden na de bevalling uitsluitend borstvoeding te geven. Komt er een wet waarbij het zwangerschapsverlof wordt opgetrokken tot 4 maanden, dan zal dat binnen 5 jaar een economisch voordeel opleveren voor de staat, zegt Simons. Omdat wanneer ik een wet heb en wanneer ik een situatie heb dat de kinderen en de moeders thuis zijn 4 maanden, dan kan ik zeggen tegen de regering, u moet geen blikvoeding geven aan mensen, geen subsidie. Omdat die vrouwen borstvoeding moeten geven. Maar als die vrouw de hele dag tot 6 uur moet werken, dan moeten we wel betalen die deviezen, ja. Om iets te importeren wat niet eens in de buurt komt van die borstvoeding. Het komt niet in de buurt. Het is kunstvoeding. Het is helemaal niet zo geweldig. En we betalen dure dollars ervoor. Maar zolang we dat niet hebben, zolang we die vrouwen niet met hun kinderen thuis kunnen laten blijven, zullen we toch wel iets daar moeten doen voor een heleboel vrouwen die problemen hebben om dat ding zelf te betalen. U ziet die connectie niet alleen met gezondheid, maar ook met die economie. Om niet te praten over een stukje levensgeluk. De assembleevoorzitter zegt, dat het parlement in deze een belangrijke taak heeft, omdat zaken met wetgeving aangepakt moeten worden. Het eerste dat moet gebeuren is erop toezien dat het ministerie van Volksgezondheid het borstvoedingsbeleid in haar begroting opneemt.